Catalunya, we zijn er. Ja, wat is het mooie, jongens. Maar sowieso Spanje, ik hou ervan. Vakantie. Voor u heb ik een sleutel van Lodge Kanaal 25, een mooie glampingtent. Juist. En ik wens u alvast een heel mooi verblijf toe. Nou, dat begint in ieder geval goed. Voilà. Dankjewel. Alsjeblieft, geniet ervan. Familiecamping Nautic Almata ligt midden in het natuurreservaat Aigua Moles de Lamporda. Het ligt daardoor niet alleen direct aan zee, maar ook aan de rivier Fluvia. We zijn natuurlijk een kampeerprogramma. Nou, ik kan je vertellen, kamperen kun je op deze camping volop. Of het nou met je caravan is, met je tent, met je camper. Je kunt trouwens ook een bungalow boeken. Of, wat ik heb gedaan, ik zit in een glampingtent. En niet zomaar één, moet je eens kijken. Dit hier, dit is Glamping Tent Kanaal. Is echt voor een complete familie met 3 slaapkamers. Zit alles op en aan. En dit is ook de enige met een eigen badkamer. Je kunt het ook een stukje bescheidener houden. Daar hebben ze er ook heel veel van. Ja, en ik moet zeggen, het sanitair hier is dik in orde. De camping heeft een familiair karakter. En in het hoogseizoen is er dan ook voor jong en oud animatie. Uiteraard zijn er ook veel faciliteiten. Naast het zwembad zijn er sportvelden, winkels en behoorlijk wat horeca. Er zijn hier maar liefst 6 bars en restaurants. Ja, ik moet zeggen, er hangt echt een hele fijne sfeer hier op de camping. Maar ja, dit soort dingen helpt natuurlijk wel enorm. Doordat het strand van de camping in een natuurreservaat ligt, is er een beperkte toegang voor het grote publiek. Zon, zee, strand. Nou, natuurlijk heel fijn om dat bij je camping te hebben. Maar wat deze camping echt uniek maakt, is dat er ook een rivier eigenlijk door de camping heen loopt. Die komt dan hier op de zee uit. En daardoor zijn je watersportmogelijkheden eigenlijk echt legio. Want je kunt hier surfen, suppen, eigenlijk van alles. Koert-Jan is door een Spaanse familie uitgenodigd om een stukje mee te varen. De opstapplaats is gewoon op de camping. Hola, buenas. Wat deze camping ook wel heel bijzonder maakt, is dat je je eigen boot kan meenemen. Met die boot kan je vervolgens lekker de zee op of hier over de rivier. En dan ligt die ook gewoon direct aan je camper, caravan, accommodatie. Ideaal. Ondertussen is Koert onderweg naar een dorpje niet ver van de camping. Ik ben onderweg naar een plaatsje wat ze ook wel de parel van de Costa Brava noemen. Nou zeggen ze dat natuurlijk van heel veel plaatsjes, maar dit schijnt echt bijzonder te zijn. Nou ja, dit sowieso wel natuurlijk. Cadaqués is letterlijk een schilderachtige plek. Het plaatsje werd vooral bekend doordat surrealistische schilders zoals Dali, Picasso en Miro zich hier vestigden. Ja, en de reden dat die kunstschilders juist hier naartoe kwamen, dat is eigenlijk vanwege het bijzondere licht. Misschien krijg je er ook wel iets van mee. Maar ook vanwege het hele mooie natuurgebied, Cap de Creus, wat hier direct aan grenst. Dus dat ligt eigenlijk hier echt overal om je heen. Ja, Salvador Dalí. Ja, en dat is toch wel echt de meest beroemde Spaanse schilder. Ik ben nu echt in het oude kleine centrumpje van Cadaqués. En je vindt hier allerlei terrasjes, leuke winkeltjes. Maar ook overal galerietjes. Kunst, daar staat dit natuurlijk ook onbekend. En waar je ook loopt, deze plek is zo fotogeniek. Zo, het is ook echt raak vanuit elke hoek. Ik had serieus hard. Zo, jij bent hier voor de watersport, denk ik. Yes, yes. Ja, zo, wat is dit voor ding dan? Deze sport is een nieuwe sport. We draaien hem heel even om, dan zwaait hij misschien weg. Dit noemen we wingfoilen. Wingfoilen? Ja, ja. En dit is de wing? Dit is de wing. Dit is eigenlijk een beetje een afgeleide van windsurfen.
en van kitesurfen. En waarom deze regio? Nou, deze regio, je hebt natuurlijk hele mooie stranden. Dat is voor ieder wat wils. En je hebt hele leuke dorpjes. Hè? Zo Kallekes, Escala, waar je s'avonds naartoe kan. Daar kan je lekker eten. Dat is heel gezellig. Dus het is voor ieder wat wils. Die campings die hebben echt gewoon goed verzorgd. Zwembaden, animatieteams. De hele omgeving is leuk. Er is veel te zien. Barcelona is natuurlijk 1,5 uur rijden. Lekker! Camping Nautiek Almata, samengevat. Wat zijn nou eigenlijk mijn indrukken van deze camping? Nou, ten eerste een camping met ontzettend veel watersportmogelijkheden. Vind ik zelf heel erg leuk. Ten tweede, ja, dat prachtige dorpje Cadaqués. Maar zo zijn er eigenlijk nog heel veel dorpjes in de omgeving die echt de moeite van het ontdekken waard zijn. En ten derde, ja, de prachtige ligging. Het ligt hier direct naast een heel mooi natuurgebied. En dan ook nog eens die heerlijke Spaanse zon erbij. Spanje, I love you. Eet smakelijk.